Deze kinderen hebben dagen gelopen. Of, als ze geluk hebben, dagen gereden met hun ezelkar. Ze zijn erg moe als ze hier de grens oversteken. Ik sta op de grens tussen Soedan en Zuid-Soedan. In Soedan achter me is het oorlog. Hier in Zuid-Soedan is het veilig. Nog steeds komen iedere dag vluchtelingen aan vanuit Soedan. Op de vlucht voor geweld, maar ook omdat er te weinig te eten is. En daar zijn heel veel families bij met kleine kinderen. Zoals deze jongens. Die zitten nu te wachten op hun ouders die zich hier moeten aanmelden. Ze hebben weinig bij zich. Een matje om op te slapen, een klein beetje te eten, water en hun ezel. Meer konden ze niet meenemen van thuis op de vlucht. Na de grens worden de kinderen hier opgevangen. Dit is een tijdelijk vluchtelingenkamp. Het is daar erg vol. Sommige families wonen zelfs buiten. Kinderen hebben geen speelgoed, dat maken ze zelf. Omdat kinderen op deze plek maar kort blijven, is er hier ook geen school, maar wel een kinderclub. Bedoeld om kinderen blij te maken, zodat ze even niet aan de oorlog denken. Yes, they should forget where they fled from. Some of these children you see here, some of their parents were killed when they were seeing some of the relatives. They saw dead bodies, so they have to be played with so that they happen to forget and get used to the new environment, get used to the new activities and at least forget the past. De 12-jarige Moussa speelt graag bordspelletjes. Het liefst mens erger je niet. Ze vluchtte uit Soedan omdat er gevochten werd bij haar dorp. Ze weet niet waar haar vader is. En een ouder zusje kwam om het leven. Hier is Moussa veilig. Binnenkort gaat ze door naar een ander kamp, waar wel een school is. Maar liever wil ze iets heel anders. Maar dat kan voorlopig waarschijnlijk niet. De oorlog lijkt nog door te gaan. En dat betekent dat er meer en meer kinderen moeten vluchten.